Hi Diamond kijkers, dit is Diamond Games en ja, daar gaan we het over de Sims 4 hebben. Ik heb Sims 4, zeg maar, had ik al een tijdje. Ik speel normaal die van mijn dochter. Die heeft dan ja, wat meer spulletjes erin zitten, maar we gaan het nu even een beetje doornemen wat je allemaal kan doen op de Sims. Dat weet iedereen, maar wat je er allemaal bij kan kopen, dat weet niet iedereen. En dat gaan we dus doornemen. En dan beginnen we met de expansion packs. Dan hebben we bijvoorbeeld Sims 4 Snowy Escape. Nou, dan ga je dus skiën in Zwitserland of Zweden of ja, bedenk een plek, want dat is hem. En dan kan je dus lekker op uit. Oh, je kan een mooie snowboarden en skiën. Ik vind dat hartstikke leuk, lijkt me helemaal leuk om te doen. En dan heb je een plek waar je met z'n allen in een bad kan liggen. Lekker zennen en lekker met elkaar praten. En je kan bij een vuur zitten, zag ik. En je kan erop uit, je kan ja, dingen ontdekken. Lifestyles die je daar kan ontdekken van mensen. Dieren die je onderweg tegenkomt, van spinnen tot weet ik niet wat voor dieren. Hartstikke heel leuk. En ja, €40 kost die. Dan heb je Sims 4 Eco Lifestyle. Dus dat is een beetje recycling en een betere wereld. Dus dan kan je allemaal dingen, zoals planten en andere dieren kunnen je ermee helpen. Kaarsen maken. En is dat al de recycle bed. En dan gaan we naar buiten. Dan kan je van een vogelhuisje maken, mieren, insecten dingen kan je maken. Voor een betere wereld. En dan is van een slechte wereld, zeg maar, een betere wereld te maken. Ik weet niet hoeveel tijd erin zit hoe je dat doet. Ik heb deze niet, dus ik weet het niet. Maar hij lijkt me wel leuk om te doen. Ik denk dat er heel veel tijd in kan zitten. Je kan zelfs je eigen huisje maken. Nou, dat is hartstikke leuk. Lekker knutselen. Lekker met elkaar op de bank zitten. Lekker koken, drinken. Ja, en je krijgt leuke kleding erbij. Zelfs leasings krijg ik erbij krijgen. Ja, leuk, leuk. Oké, als je het wil, die wil. €40. Gaan we naar Discover University. School. Als je denkt van, ik wil met mijn poppetje lekker op school spelen. Dus dan kan je bijvoorbeeld dingen gaan schrijven, robots maken, uitvinden. Ja, ik denk dat het zo gek niet kan bedenken. Je kan het volgens mij doen. Zoals bijvoorbeeld een balletje in een glaasje gooien. Mascotte worden. Lekker praten met iemand die je misschien leuk vindt of niet leuk vindt. Maar als vriend. Je kan lekker een biertap gaan doen of een dranktap doen. Of je gaat lekker de dag rond lekker genieten en lekker drinken. Je krijgt leuke dingen erbij. En dat is goed €40. Dat is weer een plek waar je heen kan gaan. Je hebt de 4 Iceland Living. Dus kan je op een eiland gaan wonen. Dus een plek zeg maar op de kaart van Sims. Dan kan je lekker met dolfijnen. Dat fijn voeren en je kan genieten van lekker daar zo waar je lekker kan praten met iemand. Je kan volgens mij marshmallows of vlees op het vuurtje daar doen, fruit drinken, lekker veel praten, je kan verbranden als je het goed ziet. Je kan ook lekker praten met iemand die denkt van oh leuk, lekker drinken, eten halen daar zo, ja, graag leuke dingen erbij. Je kan het zijn meer worden, voor als mensen, meiden die denken van, ah dat zou ik wel willen worden, nou dat kan bij deze. En of ja, Aquaman, als je denkt van, oh ik ga lekker voor Aquaman, dat kan. Dat waas je drukje. €40. En dan heb je Getting Famous, om beroemd te worden. Moet je echt wel heel veel doen, je kan fans, als fan, dus je star zeg maar, ontdekken of ver vinden op de kaart. En hier kan je zeg maar, een actiefiguur worden. Dus dat je erheen gaat, je doet auditie. Als je beroemd wordt, krijg je een ster. Ik dacht tot 3 of 4 sterren. En hier kan je nagenieten. Lekker met mensen praten daar, op barbecue. Of lekker zwemmen en praten met iemand. En hier is nafeesten met beroemde mensen. En dat zijn speciale plekken waar alleen beroemde mensen kunnen komen. Met dus 3 of 4 sterren, dacht ik. Kost €40 af, die wel. Four Seasons, dus dat is van
herfst, lente, zomer, winter. En kijk uit dat je niet in de bliksem loopt, want dan is je popje zwart. Niet erg, want je kan douchen, maar hopen dat je popje niet doodgaat, dan kan je een nieuw popje maken. Het regent en kinderen gaan natuurlijk in het modder spelen en alles. Je kan planten maken, planten stekken, plantjes ja, onderhouden, bomen. En, kan het schrik niet. Je kan inkomen worden en dan kan je honing en de bijen onderhouden. En, ja, je kan tuinman worden of tuinvrouw. Kan het schrik niet, dat kan. En dan kerst, zeg maar, holidays. Ik weet niet, dat is Santa Claus, denk ik. Die buitenlandse Santa Claus. Ja, leuk ding. Je kent hem. Als je het gebeuren als je die wil. En dan voor cats en dogs. Je kan een hele mooie kat hebben met mooie kleuren. Een hond, een rode hond. Een normale kat, zeg maar. Maar toch ook leuk met standaard kleuren. Of standaard kat die is normaal. Klein hondje. En hier al eieren en leren hem een beetje hoe het zinnelijk en andere dingen gaat. En hier kan je dus, zeg maar, dierenarts worden. Kan je echt kliniek, zeg maar, opzetten. Kan je honden en katten helpen. Ik vind het leuk, ik heb het gedaan in het spel. Ik vond het leuk om te doen. Het is erg moeilijk, kan ik je wel vertellen. Als het heel druk wordt, is het bijna onmogelijk. Hier is een plek waar je dus kan vissen tot drinken, eten, genieten, zeg maar. Als je denkt, die is leuk. Dit gebeurt al. En dan heb je City Life Living. Sorry. Dan kan je de 's avonds eruit. Dan kan je lekker karaoke gaan zingen. Of je kan, zeg maar, ja, hoe noem je dat? Grapjes maken via een microfoon en cabaretieren en andere dingen. En je kan op de top lekker gaan zoenen. Of ja, om te praten of lekker rondkijken. Dat is heel wat te zien, denk ik. 40 euro als je die wil. Die wel gehad. En dan hebben we de Sims 4 Caring to Care. Dus dat is een ontmoetingsplek, zeg maar, een groot waar iedereen bij elkaar kan komen. Dus zeg maar een plek apart op de kaart dat je weer een plekje krijgt om weer heen te kunnen gaan. Dan kan je lekker feesten, dansen, linken en veel mensen ontmoeten. Je kan DJ worden of dansskills ophalen. Ja, als je denkt dat is leuk. Dat doen. Hier kan je dus met z'n allen bij elkaar komen, lekker fietsen stoken, lekker op het strand liggen, trucjes doen en skills gaan doen, of activiteit gaan doen. Is dit wat voor je? Kun je het kunnen? Even kijken. Is het kennen? Kennen we hebben net gedaan. En dan hebben we de Sims 4 Getting to Work. Nou, het spreekt vanzelf. Politieagent. Boef, rechtsuur. Dus je kan, ja, dit kan je allemaal doen. Je kan ontvoerd worden, of je kan hem spelen, of je kan de politieagent aan de deur zijn. En hier kan je dus, zeg maar, je eigen business doen. Wat heel leuk is, ik heb dat gedaan en het is heel leuk. Van je eigen kledingzaak, bijvoorbeeld. Laboratorium, je kan dingen onderzoeken zoals virus of andere dingen. Lijkt je dat leuk? Ja, goed. Hij is 40 euro. En dan zijn we volgens mij door de expansion pack heen. Expansion packs zijn altijd 40 euro. En dan gaan we naar de game packs. En dat is voor die mensen die Star Wars leuk vinden heel leuk. Want dan krijg je een plek waar je heen kan gaan om Star Wars te doen. Dan krijg je heel veel leuke kleding mee in Londen, kun je het zien. En dan kan je het vliegtuig ook bewonderen. Ik weet niet of je het in kan, want ik heb hem niet. En je kan wel je eigen robotje uitkiezen. Of wat je maar wil. En je kan hun ontmoeten, mee praten. Je kan je eigen lightsaber of een Android maken, als je dat wil. En dan heb je je eigen plek. 20 euro, als je die wil. En dit is de Lumium of the Magics. Hier kan je magie doen. Het is een stadje waar je allemaal boeken kan kopen, drankjes, stenen. Magische spullen. En die kan je, zeg maar,
toveren met je stokje of met je hand. Het is net wat je wil. Als je denkt ik wil eigenlijk een toverstok hebben, dan kan dat. Maar je kan ook met je hand toveren. Hier kan je drankjes maken. En hier kan je zeg maar duelleren. En dan word je superpowers, wordt het steeds krachtiger zeg maar. En zij doet het stokje, hij doet het zijn hand. Dus dat is wat je zelf ook wat je vanzelf kiest. Echt leuke dingen erbij. En hij kost 20 euro. En dan gaan we naar Stenchville. Deze was de ene nieuwste na Vangers. En dit is een plek zeg maar van aliens, alien planten. Die dingen ja, in de lucht zetten waardoor je raar gaat lopen of raar praten ofzo. En ja, kijk uit waar je, naar wie je loopt op dat moment. Heel onderzoek in een laboratorium van papierwerk. Wat je kan vinden, de computer hacken. Dus heel veel om uit te zoeken. En ja, hier kan je dus aan mensen vragen in de kroeg op dezelfde plek. Wat zij ervan weten, wat er aan de hand is op dat plek. Hier loopt er al een eentje heel raar met zijn hoofd tegen zijn schouder op. Die man woont er, die kan je ook wel wat vertellen. Je krijgt heel veel leuke spelletjes bij. 20 euro en een plek op de kaart. Even kijken. En dan gaan we naar Jungle Adventures. Ja, op Jungle Safari zeg maar. Dan kan je een leuke plek waar je allemaal spulletjes kan kopen. Of je gaat de spulletjes zoeken in de jungle. En als je wat spulletjes hebt gevonden, zoals dit bijvoorbeeld, kan je meenemen, ze schat. Hier is een skelet, die kan je met je praten. Kijk uit voor de poorten, die zijn soms onder stroom. Die moet je dus zeg maar op een of andere manier uitzoeken met dingen veranderen. Dat stopt, daar kan je erheen. Dat zie je hier door, hand oorsteken of andere dingen. Hier kan je dus bijvoorbeeld in de grond zie je heuveltjes, die moet je onderzoeken en dan krijg je potten tot bijzondere dingen, artefacts kan je vinden. En hier, dit is het tafeltje waar je die moet je kopen. En dan kan je dus je spulletjes, zeg maar, als de vaas bijvoorbeeld, opnieuw maken zoals je er vroeger uitziet. Zeg maar. En dan kan je dit verkopen, kan je geld mee maken. 20 euro als je die wil. En dan heb je parenting. Nou, ik denk dat elke ouder dat wel weet. Het kind zeg maar opvoeden. Tegen de tiener, hoe je dan moet doen, als ze die kunnen opruimen of andere dingen. Knutselen met ze, leuke dingen doen, zoals science en praten en vullen. Lekker eten en ja, zorgen dat ze aan die dingen houden. 20 euro als je die wil. En dan heb je de vampires. Met allemaal vampieren. En je ziet het plaatje zo, dat kan je allemaal doen. En hier kan je ook dus iemand zeg maar onder het spel zetten. Maar je kan ook onderzoek hieruit, op de plek, op de kaart. En je kan ook daar ontmoeten en kijken wat vampier doet of hoe dit allemaal zit. Kijk uit. Dus je kan ook vampier vinden maken. En dat, ja, je kan er altijd weer terug naar normaal, maar het is allemaal een beetje moeilijk. 20 euro als je die wil. Neem je de Sims 4 dining af. Dat is uit eten. Ja, kan je lekker eten, drinken, dingetjes allemaal doen. Je kan ook een owner worden van een restaurant. En dan kan je bijvoorbeeld iemand opstellen die rond de tafeltjes gaat, zeg maar, vragen wat ze willen eten, wat ze willen drinken. En ja, je kan ook bijvoorbeeld gaan eten met je liefje, met je vrouw, kind. Vrouw en kind en alles wat je wil. Ik zie niet echt kinderen erbij, maar ik denk dat het wel zou kunnen. Dus een keer de familie uitgegeten. Dus daarom zei ik kind. Twijfelde ik een beetje, maar ik bedoel gezin natuurlijk, dat snappen jullie. Ik denk het wel, maar het staat niet bij. 20 euro. En de spa day, daar kan je lekker laten verwennen om je handen te masseren, je lichaam masseren. Je kan in een Turks bad, in een modderbad. Echt heel veel. En je kan bijvoorbeeld lekker gaan zennen thuis. En ja, leuk. Ik vind hem leuk. Ik ken hem. En hij is wel leuk. 20 euro als je die wil. En outdoor retreat. Leuk. Kan je een beer tegenkomen of andere dieren. En dan kan je bijvoorbeeld gitaar spelen. Je kan vlees of marshmallows kun je daar ook doen. Je kan in tentjes laten. Als
je dat leuk vindt, dan moet je dat doen. Je kan lekker vissen, krabben en alles vangen wat je maar wil. Je kan dingen maken, zeg maar. Wat ook leuk is. En dieren vangen, die denk van, nou, die wil ik zoeken en weten, dat ik meer weten van. En exotic potions en herbalist kan je hier al kopen of maken of vinden. Zoek het uit en 20 euro. Als je die denkt van die wil ik, ga je die doen. Dat was eigenlijk de game packs. Alles van de game pack. Nu gaan we naar de stof packs. Zeg maar dingetjes die een klein beetje toevoegen. En dit is de Nifty Nipting. Zeg maar naaien, pinnen, alles zeg maar te knutselen. En hier kan je dus zeg maar op de patio met je kleinkinderen zitten. En hier kan je bijvoorbeeld andere dingen doen online. 10 euro als je die wil. En hier heb je de Sims Tiny Living Stuff Pack. Dus als je kleiner woont en je wilt een beetje alles bij elkaar krijgen. Dat je denkt van ik wil de buitenkant wel heel mooi en groot hebben. En juist een beetje minder groot, zoals een opklapbed, geen salontafeltje, maar een klein salontafeltje bijvoorbeeld. Zeg maar. Zie je, klein salontafeltje. Alles bij elkaar, klein keukentje, dat je niet heel groot wil. Dan is dit jouw ding. En lekker praten met iemand, 10 euro als je die wil. En dan hebben we de machino staf. Ik denk eerder een beetje fashion gebeuren allemaal, staat erbij. Dat je er een beetje mooi bij loopt. En dan kan je ook een carrière model. En ja, hij is best wel leuk. Ik heb hem niet gespeeld, dus ik weet het niet. Als jij hem weggespeeld hebt, nou, kom het uit. Misschien is het leuk. Niet wil ik praten, je eigen plekje hier. Dingen doornemen. 10 euro als je die wil. En mijn first pack, dus die is de dier die je kan krijgen, die kan je dan leren en lekker mee knuffelen en allemaal leuke dingen meedoen. Mee praten, je kan ze dingen leren, zoals een hond kun je jagen leren, op dieren natuurlijk. Ja, lekker spelen met ze en allemaal leuke dingen doen toch? 10 euro. Laundry day, lekker wassen, kleding, met de hand, op met de machine. Of lekker met z'n tweeën vouwen en lekker praten met elkaar. Ik vind dat leuk. Nou, 10 euro. Dan gaan we naar de 4 toddler stuff. En dat is altijd met kleine kinderen. Als je denkt, ja, dat zie ik. Wil ik liever als klein kind spelen. Omdat je weer terug in de tijd wil. Nee, wie wil dat niet? Als je ouder. Dan gaan we lekker naar de speeltuin. Lekker met vriendjes spelen. Of vriendinnetjes. Nee, dat vind ik leuk, 10 euro. Als je die wil. Denk je van nee, ik wil fitnessen. Ik doe het in het echt ook, dus ik ga het in de game ook doen. Dat kan. Van klimmuur tot loopbaan tot gewichten. Je kan het zo gek maken als je wil. Je kan lekker een bar een drankje nemen. Je kan praten met iemand. Je kan ook na de hand dat je met elkaar praat en dat je contact legt met iemand. Of je gaat lekker yoga en andere dingen lekker thuis doen. Als je denkt van ik wil dat daar niet doen. Of via de tv. Nou, dan is dat voor jou, 10 euro. Denk je van nee, ik wil liever bowlen man. Ja, oké, dat kan. Maar deze man die is heel enthousiast. Want die maakt van helemaal brand. Je kan trainen, oefenen, doen wat je van wil. Dan kan je echt een goede bowler worden. Ik ga het ook samen doen volgens mij in het team. Of tegen elkaar. Ik heb iemand ontmoeten of ga ik een drankje doen aan de bar. 10 euro als je die wil. Mijn eigen butler. Ja, dat kan tegenwoordig. Kan je allemaal dingen laten doen, zoals eten maken. Andere dingen allemaal die je wil. Kan ik napraten met iemand en je krijgt allemaal bijzondere dingen bij, zoals dit wereldbolletje waar allemaal drinken zit. Kan je ook via de bar. Dan zullen mensen zeggen, ja, in de bar kan ik ook drinken. Dat klopt, alleen. Dit is een extra ding die je daarbij krijgt als je die koopt voor 10 euro. En dan heb je de backyard stuff. En dan kan je via zo'n soort glijding kan je lekker door het water met de kinderen spelen.
Of je kan vogeltjes water geven of bij de fabijnen gaan kijken, met elkaar praten, lekker drinken. En nu precies hetzelfde, mensen een bol hebben en alles. 10 euro als je die wil. En heb je kids room stuff, dus allemaal dingen voor in de slaapkamer voor de kinderen, zoals een computer. Moet je raden, zeg maar, wie ben ik? En allerlei dingen die je wil doen als kind. Je kan als vader of moeder of kind misschien zelfs poppenhuis spelen. Ik ken hem niet, want ik heb deze niet, dus. Of praten met een ander kind, zeg maar, als je dat zou willen. 10 euro. We gaan de Romantic Garden, dus de romantische tuinen en alles. En mooie planten, bijzondere dingen allemaal kan vinden. Of lekker zitten bij het watervertuin, of in het watervertuin. Of de tuin een beetje leren kennen. Of, ja, je gooit een muntje in de wishing well. En dan komt misschien een wens van je uit. Ik weet maar nooit. Graag leuke dingen erbij, 10 euro. Zie je wel. Movies, hangouts, wat? Kan je, zeg maar, de cinema soort gebeuren. Krijg je 9 grote tv die je normaal niet in de Sims 4 hebt. Kan je met heel veel mensen kijken. En als bonus krijg je zeg maar de popcorn machine, die je normaal niet nergens kan kopen, dus alleen bij deze pack. Met heel veel mensen genieten van de popcorn. 10 euro als je die wil. En dan heb je nog de Halloween gebeuren. Kun je mooi opmaken. Je kan van ridder, Romein tot engeltje of eng iets of zo. Of dier of een. Je kan het zo gek niet maken, denk ik, als het is. Je kan je eigen popoenen maken thuis op een plek waar het staat. Je kan mensen bang maken of aan het lachen maken. Je kan lekker snoep. En door zo'n handje lekker schrikken. Je kan met mensen praten. Je kan je lekker verkleden als je dat zou willen. Je auto verkleden en lekker liedje zou zijn met iemand anders. Dat kan net hier in de game. 10 euro als je dat wil. En dan heb je nog de cool kitchen stuff. Zoals de ijsmachine. Die je normaal nergens kan kopen. Misschien kan je hem stiekem vandaan halen. Ik heb hem niet gevonden. Maar je kan hem hier krijgen. Waardoor je lekker met mensen allemaal lekkere dingen kan maken. Of lekker een ijsje kan eten. Zo'n dingen kan je allemaal doen. 10 euro. Als je de cool stuff kitchen wil. Of je denkt, nee man, ik wil liever in een hot tub. Perfect patch stuff. Kan je hot-up kennen met z'n allen, met alle mensen die ik ken. Lekker drinken, lekker praten, bij de hot-up zitten. Of je gaat lekker apart zitten met iemand. En hier kan je dus zeg maar lekker drinken, barbecue, lekker aan tafel rustig lekker je eten eten. 10 euro als je de perfect passion wil. Denk je van mij, ik wil liever luxury party stuff hebben. Kan je lekker partyen in je mooie kledingjes. En lekker praten, lekker drinken. Kan je zeg maar lekker de drankjes eten die je normaal thuis niet kan doen. 10 euro, dan heb je de luxury dingen. En dan zijn we door de stuffpacks heen. De stuffpacks zijn altijd 10 euro. Dan denk je van wat waren de gamepacks, hoe duur waren die ook weer? 20 euro. Expansion packs zijn altijd 40 euro. Dat zijn zeg maar die een plek op de kaart, op de Sims. Extra bijzetten. Dus dan heb je 6, 7, 8, 9, 10 plekken waar je uit kan gaan. Vaste plekken. En dan krijg je bijvoorbeeld eronder 9 plekken waar je zeg maar extra bij in kan. En dit zijn allemaal dingetjes die je toevoegt aan de game. Dus er komen niet dingen bij, maar wel spulletjes bij. Ja, en dan denk je van wat is eronder? Dat is de free stuff. Dat is bijvoorbeeld de holiday. Dat is deze. Van de celebration pack. Die krijg je dus gratis als je die Sims 4 koopt. Allemaal kerst en allemaal dingetjes die je erbij kan krijgen. Wil je die ook, moet je Sims 4 kopen. En als je een beetje tijdje in de Sims zit, kan je deze krijgen. Even van ik hou van een mooie gitaar die je gratis krijgt. Waarom niet toch? Denk je nu van, Diamond Games, heb je dat gemist in de game?
wil ik het graag weten. Dan kan je commenteren onder het filmpje die ik plaats. Ik kijk altijd uit naar nieuwe dingen. Ik vind de Sims, mensen denken van, wat is dat voor een game? Is dat meer voor kinderen? Nou, ik vind het voor niet, want het is bedoeld een realistisch spel. Wat wij normaal op de wereld doen, is dan in de game teruggebracht. Dus het is een hartstikke leuke game. Je kan super genieten. Want mijn probleem is meer, als ik hem heel veel uitspel, ik ben iemand echte gamer. En ik speel heel snel spelletjes uit, omdat ik best wel snel dingen door heb. Probeer het gewoon rustig aan en niet te overhaast. Dan kan je echt super lang genieten van dit game. Er komen ook steeds nieuwe expansion packs uit, game packs, stuff packs komen uit. Het is echt een aanrader, het is een hele leuk spel. En als je denkt van, kan ik ook dingen erbij kopen, zoals nu kleding die ik erbij wil, die hierop zit, of andere dingen die je erbij wil. Je kan het zo gek niet bedenken, en dat kan op de Sims. Er zijn heel veel sites waar je allemaal nieuwe kleding kan kopen, nieuwe meubeltjes en andere dingetjes kan kopen. Wat wil je nog meer weten? Eén ding wat ik wel jammer vond op de Sims, om een klein kritiekpuntje te geven, is dat je niet eens een auto of een fiets of een ander ding voorwerp kan besturen. Of kan gebruiken. Dat vond ik heel jammer. Maar maakt het niet uit, want dat maakt de game niet slechter of minder van. Ik vind hem een super leuke game. En ik ga hem nog steeds van genieten. En ik zal kijken wat ik er allemaal nog bij kan halen. Mijn dochter heeft deze game ook en die heeft heel veel. Ik heb ook heel veel voor haar gehaald omdat ik het ook leuk vind om te gamen ermee natuurlijk. Binnenkort maak ik weer een filmpje als ik wat erbij gekocht heb. Ik wacht altijd op de aanbiedingen. Het is op de games zijn nog duur genoeg. Ik wacht eigenlijk op de PlayStation 4. Die uitgekomen natuurlijk. Sorry. Als die uitkomt. Uitgekomen was dan. Dat is een paar jaar geleden natuurlijk. Was heel leuk. Nu is de PlayStation 5 uit. Had ik het geld niet bij elkaar om. Te kunnen bestellen. En op. Baal ik eigenlijk nog steeds van, het is heel jammer. Kleine YouTuber om een PlayStation 5 te krijgen, dus dat is jammer. Maar het geeft niet, ik wacht gewoon tot de volgende inkoop is, zeg maar. Dan ga ik proberen een PlayStation 5 te halen. Dan ga ik allemaal filmpjes maken, zoals uitpakken van de PlayStation, dingen uitleggen. Als ik dingen ontdek en doe. Ik koop één spelletje erbij dat we echt kunnen gamen en dat ik jullie allemaal dingen kan laten zien. Wat zijn nog meer dingen die ik wil weten? We zijn met squishies bezig. We gaan een squishy die gemaakt al is, gaan we maken tot iets anders. Dus niet hetzelfde, want dat zou te makkelijk zijn. We gaan ghost hunten, waar ik spulletjes van heb, waar ik een andere video van ga maken, waar ik op binnen heb. En dan zeg je van, wat heb je allemaal voor ghost hunting nodig? Echt heel best wel veel dingen. Bestaat dat ghost? Mensen denken ghost, geesten bijvoorbeeld. Ja, die bestaan en mensen geloven er niet in, maar het is echt wel zo. Dat komt eraan. En wat gaat er meer aankomen? We gaan nog heel veel dingen doen, zoals make-up en andere dingen. Ze willen zelfs mij opmaken. Ik vind het niet zo leuk. Ik ben natuurlijk een hetero man, dus ik vind het aan Amerika game maakt ook niet uit. Maar ik ben het niet ongemakkelijk. Maar ik ga het wel laten doen, want het is voor mijn kanaal natuurlijk. Dus als jullie mijn make-up willen zien, blijf kijken en dan. Vergeet niet te subscriben, liken en commenteren. Want dat helpt mij op mijn kanaal en jullie op mijn kanaal om jullie verder te helpen met dingen en leuke filmpjes uit te brengen. En hebben jullie denk ik zoiets van, kun jij niet een filmpje maken over een game die ik zo graag meer over wil weten, maar je hebt het geld er niet voor en je denkt van, wil jij dat doen? Kan ik kijken of ik het van de game kan kopen? Ik woon natuurlijk zelf in Nederland. Niet in alle landen kan je dezelfde game kopen, zo makkelijk. Dan ga ik kijken of ik het kan proberen. En vinden jullie dit filmpje leuk? Vergeet niet een duim te geven, te subscriben, liken en commenteren. En vertel je vrienden over dit game. En als je er helemaal Sims gek bent, dan zit je op mijn goede kanaal. Want ik wil heel veel meer maken over de Sims. Dus mensen, ik ga jullie zien. En we gaan elkaar weer spreken in het volgende filmpje.